Roger Federer serveert in zijn partij tegen Timo de Bakker. Het is de vierde wedstrijd in de ontmoeting Zwitserland-Nederland. Met als inzet weer een plaats in de wereldgroep van 2016. De eerste set gaat met 6-3 naar Roger Federer. Er is één break in de achtste game. En dan in de tweede set komt de Zwitser al snel op een voorsprong. Een break die al eerder in de derde game. En lijkt Timo de Bakker het fysiek zwaar te hebben. De Bakker, die al 2 5-setters in dit weekend in de benen heeft zitten, was regelmatig te traag bij de bal. Tweede set, 6-2. Dikkere uitslag dan set 1. Met daarin 2 breaks voor Federer. En dan nu de derde set. Beelden daarvan althans. Daarin geeft de Bakker nog aardig partij. Alhoewel, hij wordt al in de openingsgame gebroken en bleef achter de feiten aanlopen. 6-4 in de derde set. Een straight sets overwinning dus van de nummer 2 van de wereld. Die daarmee het beslissende punt maakt in deze ontmoeting Zwitserland-Nederland. En Zwitserland dus terugplaatst in de wereldgroep.